Hallo allemaal en welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag ga ik aan de gang weer met week 5 en dit is de andere pagina dan de video van gisteren. En ik ga aan de gang met de Hugs & Kisses Scrap Kit en de Hard Day collectie van Creepaper. Ik heb een 6x6 paperpad en daar haal ik de leuke pagina's uit. En dit is een hele leuke pagina met cactussen, die wil ik graag gebruiken. Alleen die wordt het uiteindelijk niet. En wat roze pagina's. En dan ga ik van de scrapkit het blauwe en het gele terug laten komen. En deze kleurencombinaties passen goed bij elkaar. En dat geeft ook een heel leuk effect. Ik scrap nu een foto van Binook. Ik ben hier bezig om mijn eigen lijn en nieuwe producten te maken voor op mijn website. Daar ben ik druk mee bezig. En hier heb ik wat dingetjes af en daar heb ik wat productfoto's van gemaakt. En dat vind ik wel leuk om ook in mijn album te verwerken. Dit is een foto van tulpen. Het is een beetje een scheve foto, maar hij hoort er wel gewoon bij. Want de tulpen gingen ook scheef in die vaas en het zag er toch niet helemaal geweldig uit. Uiteindelijk kwam het wel goed, maar ik vind dat de eerste keer tulpen in je vaas doen, dat is toch altijd even wennen. Ik heb hier nog een restje van dit gele kaartstok. En daar ga ik het is geen kaartstok. Dit is gewoon vanuit de scrapkit. En daar maak ik een laagje van. En daar overheen komt nog dat blauwe kleurtje, zodat die ook weer terugkomt. En dan heb ik best wel een leuke, qua kleuren ook een leuke layout. En zoals je ziet, werkt dat echt goed samen. Deze pagina ga ik ook op journalen vergeleken met de pagina van gisteren. Zodat het ook op één kant staat. Deze week was wel een drukke week met foto's, maar ook wel weer rustig. Hier zie ik dat mijn gele letters op zijn. Dus ik moet eigenlijk iets anders bedenken. En hier zag ik nog de hartjes, de puffy stickers van de Creepaper. En die vond ik wel heel erg leuk. Dus ik denk, die ga ik er gewoon bij opplakken. En hier plak ik ook de slinger. Omdat deze hoes is volgens mij van Echo Park. Of van Simple Stories, één van de twee. En die zijn wat groter. Hierdoor kan ik ook gewoon wat makkelijker met die scrap die cuts aan de gang. En ik merk wel dat ik nu wat van de nieuwe lijnen, heb ik wat lijnen natuurlijk al gekocht. En ik heb alleen maar 6x6 paperpads gekocht. En een paar grote vellen. Maar ik merk dat ik net zo goed daarmee aan de slag kan. Want daarmee kun je ook leuk werken. Wij hebben onze vakantie geboekt en wij gaan naar Curaçao. En dat wou ik graag in mijn album plakken. En ik heb hier een foto van de Pontjesbrug uit Willemstad. Vanuit internet heb ik hem gewoon vandaag gehaald. En die mat ik op het gele papier. En daarachter komt nog dat roze papier. De flyer die je rechts ziet liggen, die komt van de vakantiebeurs af. En naar dat resort gaan wij. En die wou ik eigenlijk ook nog in verwerken, maar dat is niet helemaal gelukt. Dus die leg ik bij mijn, bij dit album ga ik dat neerleggen die ik ga gebruiken voor voor de foto's van Curaçao. We gaan eind maart ongeveer, dus dat is al binnenkort. En dan komen er ook zeker video's online met de foto's van Curaçao. Als iemand er al is geweest en nog leuke tips heeft, laat gerust in de reacties achter. We staan altijd overal open voor. Ik plak deze vast en dan knip ik het washi-streepje er nog af. Op de vorige pagina heb ik veel washi-tape gebruikt, dus ik vind het wel leuk om inderdaad ook nog wat terug te laten komen. Hier plak ik ook wat van die hartjes op en deze zijn echt wel heel erg schattig met al die gezichtjes erop. Ik ben nu even aan het kijken hoe je Curaçao goed schrijft en of ik genoeg letters heb. En dat heb ik. Dus dat wordt de titel op dit grote kaartje. Dit is dus een 12x6 stukje papier wat je gebruikt. Ik gebruik er toch mijn lineaal voor, zodat die ook recht komt. We hebben wel een tijdje gewacht, ook met boeken, omdat we echt moesten kijken of we op vakantie of dat we wel vrij konden krijgen. En we zijn vorig jaar niet geweest. Dus zodoende gaan we lekker nu naar Curaçao. Gaan we lekker genieten. Hier in de A zat de binnenkant nog gevuld. En daarvoor gebruik ik even een schaar om dat te beplakken. Of eruit te tikken. Hier ga ik nog door de die cuts heen.
En ik had bedacht om hier toch een klein beetje journaling over deze foto te zetten. En dan plak ik eerst het zwarte randje en daarna de gele. En daarin ga ik schrijven. Op dit moment kon ik niet mijn zwarte pen vinden. Dus ik gebruik gewoon een blauwe balpen van de HEMA. En die schrijft ook heel erg lekker. Ik bekijk nu even hoe het resort heet waar we heen gaan. Zodat ik dat ook kan opschrijven. En dan ga ik nog meer hartjes plakken. En dan ga ik ook nog aan de gang met de houten hartjes. Zoals ik gisteren ook vertelde, gebruik ik de woodveneer steeds vaker. Vind ik het ook echt heel leuk om te gebruiken. Ik heb een sketch gevonden op internet. En die ga ik vrijdag voor jullie maken. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. En ik ben ook wel benieuwd of jullie dan dat ook namaken of dat juist niet. Of jullie dat ook leuk vinden vaak. Of dat jullie ook wel eens met sketches werken. Dus laat gerust een reactie achter. Dit wordt mijn journalingkaartje. En ik ga hier gewoon met de zwarte pen opschrijven. Eerst ga ik nog met mijn verschillende cirkelponsen wat rondjes ponsen. Zodat daar een clustertje rechts komt. En daarvoor gebruik ik dat hard day papier. Maar ook papier van de scrap kit. En ik plak dat gewoon vast. Zoals je ziet gebruik ik daar ook gewoon echte restjes papier voor. Zodat ik niet zo min mogelijk hoef weg te gooien. Hè? Want het is zonde als je al een mooi papier weg moet gooien. Ik ben ook wel benieuwd. Hebben jullie de nieuwe lijnen al gezien? En hebben jullie al iets gepre-orderd? Of hebben jullie al dingen binnengekregen? Ik heb wat van Chasing Dreams van de Maggie Holmes lijn binnengekregen. En van de Pebbles Simple Life heb ik wat besteld. En voor de vakantie naar Curaçao heb ik de lijn van Crepe Paper Oasis besteld. Maar die heb ik dan nog niet binnen, maar dat komt vanzelf wel. Hier plak ik nog wat een houten hartje op. En dan ga ik aan de gang met het schrijven. En daarvoor gebruik ik mijn Sharpie pen. En ik pak even de layout van gisteren erbij, zodat ik goed kan zien wat ik allemaal qua foto's erop heb zitten deze week. Ik vertel erin dat ik een drukke week heb gehad. Dat we lekker uit eten zijn geweest. Dat ik nieuwe producten heb gemaakt. En dat we onze zomervakantie geboekt hebben. Ik heb daar niet echt opgeschreven over 2 februari. Maar dat spreekt eigenlijk wel voor zich. En natuurlijk ook van over mijn therapie dat ik rijles heb gehad. Dat heb ik ook opgeschreven. Dit was mijn layout weer. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En tot vrijdag, tot voor een nieuwe scrap video. En dan zie ik jullie dan graag weer. En tot de volgende video. Doeg!